Simon Vraak in Baco. En we gaan nu met de boot verder. Nou, kennelijk is dit de entree tot Baco National Park. Ziet er een beetje rammig uit. Hier gaan we met de boot. Baco Fishing Village. The river is the Tabo River, T-A-B-O, Tabo River. After the research and studies, believed to be about 300 crocodiles living in this river. Okay. Yeah. But they don't eat men, humans. Ah, no. Yeah. Zo kwamen we dus aan, hè? The mangrove forest here too, the mangrove, and the long-nosed monkey come down here to eat the mangrove leaves. The monkey come down here sometimes. We zijn aangekomen. Hier worden we opgevangen. Is it a mammal? Ah, yes, yeah. It's a marsupial. Like kangaroo, panda. Oh, yeah, oh, koala yeah. Bear. Marsupial. Huh? Oh, yeah. Thank you. Welcome to Baco National Park. Selamat tinggal means goodbye, but the other side is selamat datang, which means welcome.
Het is wel jammer dat het zo bewolkt is. Het is hier schitterend. De gids op zoek naar apen. Het is wel benauwd warm ook hoor, vochtig warm. Wilde varken zitten groeten. Ik volg wel Gree. Een beetje rabbig uit. This is the sleeping place of the proboscis monkey. In when the weather gets hot, the monkey comes in here to take a rest, a sleep here. Until in the afternoon when they will come up again, like sometime early at 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Yeah, they're gonna go down again to the beach. Eat all these leaves again. Are we walking around or is? Hij gaat kijken of hij nog. Gaat het Gree? Kijk eens naar me. Eng, hè? Ja. Dat is eng, hè? Het is schitterend. Een bloed en bloed heet. Ik denk dat het wel 33 graden is. Tante Gree, wat vind je ervan? Hè? Nou, een beetje vaag van wat nou precies de bedoeling is. We hebben die boom ziet een aap, maar we gaan. Oh ja, daar zie je ze lopen. Ja, dat zou doen. Termieten. Voorzichtig lopen. Dit is een beetje een eng plaatje, alles is verrot. Moet ik je hand vasthouden, Gree? Op zoek naar de apen. Zoals je ziet, heeft die kat zijn beste tijd wel gehad. We gaan de andere kant op. Hier is een verbrandplek voor het afval. Een nieuw pad. Daar komen we vandaan. En daar gaan we heen. Een paar minuten omhoog. Alleen om apen te zien. Gree geniet met volle teugen. Ready to go again? Yes. Ga maar. Nee, ga voor. Okay.
Yeah. Ready to go? Oh, yes, yeah. We're okay. Gonna continue on from here. Prima, yeah. You go ahead. And this is the mango tree. Mango, a big one. Yeah. This is at least 150 to 200 years old tree, yeah. I thought. Yeah. Very old now. Yeah. Yeah. So it's not producing fruit every year now. But maybe once in a while. Yeah, yeah. Mango tree. Some very old trees here. Yeah. Like even the durian tree too. They are not producing fruit anymore. Yeah. In this forest, mostly this family of tree here called the Diptorocarp. See the Diptorocarp over here? Diptorocarp. Yeah. Yeah, this is Diptoro means two wing, and cup means fruit. Two wing fruit. Yeah. And when they fall down, they spin like a helicopter. Yeah. They spin. This forest is mostly this family. Mostly this family of tree called the Diptoro. These trees are old. No, you can't see it. Ja, het is echt afzien in de jungle. Mooi. Nou heb je maar nou al. Juicy and wet. Juicy and wet. Whatever. Ready? Het is schitterend, maar ontzettend warm en vochtig. Ze is op zoek geweest. Dit is Jenny. The monkey eat the leaf here. Okay. I think this is this morning. Dit is mangroveachtig. Early morning or later in the evening. Weet ik in de schuilhut. Insecten vallen naar binnen en het is zo glibberig dat ze er nooit meer uitkomen. Een soort vocht van binnen en die plant eet die vliegen en insecten op. Weer terug over een griezelig paadje. En dan gaan we even lunchen. Ik ben drijfnat van het zweet.
Ik zet de camera maar even aan. Hijg, hijg, zeg, zeg. Ja. We gaan naar de andere kant. We gaan eerst lunchen, denk ik. Eerst lunchen, ja. If you want to make a fire in the forest when it's raining, you can just start the fire. And in the heavy rain here, this one, yeah, you can start the fire even when it's much rain here. We gaan weer naar de uitgang. Nee, naar het begin om te lunchen. Dat had ik al gezegd, geloof ik. Zeg. Dit is een gedomesticeerde. Oh. They don't like the lemon. Nou ja, we zijn nu bij de lodge. Daar gaan we wat eten. This is a big one. Yes. Ja. Nou, makaka op het dak van die villa van het huisje. Playing. But the big one is the adult one. The one is the female. The one is the other female. Maar krooien. And this is the male here. Male is white red. And the other one is white blue. The white blue and detail later. The detail. This is very beautiful. This is like finished. Melting and uncontrolled internal bleeding. The bleeding is like big. I think you also got my picture. You also got. It's like a baby here. Okay. And then if you want to have a look at this one, then this one is the. It do not lay eggs. It do not lay eggs. They give birth, this one give birth to live young. Nou, hij durft wel omdat ze in slaap zijn. Ik vind het reuze spannend. Geen? Om te kijken of we dichterbij kunnen komen.
kleren. The boat leave at 3 o'clock. So we take another few minutes to have a look and then we go. We gaan weer naar de boot. Hij kijkt of hij er nog is. De laatste boot vertrekt om 3 uur. En we gaan dat beroemde rots nog zien als het heet, als de zee het toelaat. It's a rule actually. It's still for our safety. But I said that the rules here. It's very rough. Very relaxed. It's very rough when we came over. It's like Brazil. Yeah. 2 days ago. Yeah. Oh. Yeah, that was 2 days, 3 days ago. The wave is like 4 meters. Something like 4 meters, 5 meters, everything like this. Hello? Yeah. My name's Parker. Okay. Klein bootje. Klein? Ja. Ik wil even een foto maken, maar ik heb publiek. Oh, oké. Okay. Kan jij doen? 5 million years ago, the sea was 100 meters higher. Beach. Nobody come here. Nobody go to this beach yet, no. Even by boat, no. People, if they want to take a swim, they go to the next one. The next one, okay. 1.5 hours walk. No crocodiles. Here is 45 minutes, 800 meters to look for the monkey too. Yeah. This is also the way that we use for the monkey. Borneo is very peaceful. Yeah. No earthquake, no volcano, no strong winds, not even the tsunami. All these years of tsunami, we are not affected. Yeah. They say this rock is not going to fall. 1.5 hours. Small Pandan Beach. Yeah. Or Pandan Beach. Nou, we zijn een eind gevaren, dan zijn we terug. Maybe. En hier zitten de surfers in de boom. The bus not here, maybe. Een mooi einde.